Welkom bij het Ridderkerktoernooi 2018. De finale die gaat tussen RVVA en Slikkerveer om de Jacques van der Linden bokaal. Het publiek is talrijk opgekomen hier aan de sportlaan en we gaan hopen op een mooie wedstrijd. We praten met Ronald Hulsbos, de trainer van RVVA. Ronald, zometeen die finale tegen Slikkerveer. Ja, jullie zijn al een paar weken aan het trainen. Hoe is dat zo verlopen met veel spelers? Ja, je moet het allemaal managen. Hè? Een grote groep dat ik gewend ben. Maar ik moet zeggen, de voorbereidingen lopen voorspoedig. Ik heb toch een andere speelwijze of andere spelprincipes als de vorige trainer. Dus dan moeten we eerst inzien te krijgen. Nou, ik moet zeggen dat die jongens het goed oppakken. Maar ook in de wedstrijden, ik heb ze allemaal gezien. Hè? Ondanks dat de vorige week tegen Sliedrig verloren is, zag ik hele goede dingen. Er wordt veel naar voren gespeeld. Ja, we spelen wat directer naar voren, maar daar sta ik ook bekend om als trainer. Ik ben niet zo van het rondspelen om het rondspelen. Ik vind als de organisatie ook bij hun achterin niet goed staan. Ja, waarom zou je dan via het middenveld, dan kan het ook vaak directer. Maar ik moet zeggen dat we bij Vlagen gewoon uitstekend voetbal spelen al. In het systeem wat we spelen. Het is nu nog een beetje fine-tunen. Dan zou, welke spelers ze gaan spelen, dat zou pas eind september denk ik dat alle puzzelstukjes op de plaats vallen. Maar nu vooral blijven we doorbeduren op wat we willen als staf. En dit is vandaag dan ook wel een wedstrijd, dat heb ik ook aangegeven in de wedstrijdbespreking. Zij spelen een soort opportunistisch voetbal, dus wij krijgen een andere tegenstander waar het niet allemaal zo herkenbaar is. Dus ben ik wel benieuwd hoe we er vandaag tegenover staan. Even naar de uitstapje naar de competitie. En het is nog heel lang in die voorbereiding. Je kan nog van alles doen. 22 september hier gelijk met het 100-jarig bestaan van RVVA. De eerste competitiewedstrijd tegen Die Haren. Voor jezelf, ook heel lastig. Dat begrijp ik, hè, om al te praten over een doelstelling. Maar ja, wat zijn zo'n beetje de verwachtingen? Je bent nu een paar weken onderweg. Nee, wij willen voor het allerhoogste gaan. En dat is het kampioenschap, dat lijkt me duidelijk. Als je gedegradeerd bent uit de hoofdklasse en de ploeg is vrijwel intact gebleven en we hebben wat scorend vermogen binnen kunnen halen, dan moet je voor het allerhoogste gaan. Het zou gek zijn als wij als trainer, als staf zeggen van we gaan voor het linker rijtje of weet ik het wat. Natuurlijk zouden we misschien de doelstelling bij moeten stellen ergens in het seizoen. Maar op dit moment zeg ik dat we voor het hoogste moeten gaan. En we gaan zien na vier wedstrijden, want ik vind dat de start behoorlijk pittig is. Die Hagen ken ik niet. Gepromoveerd van de derde naar de tweede, van de tweede naar de eerste. Dus daar is wat aan de hand. Forumsport ken ik nog wel uit het verleden van mijn Schravendeeltijd. Is ook altijd een fysiek sterke ploeg. Ja, daarna krijgen we gelijk twee kandidaten die denk ik ook bovenin mee gaan draaien. En dat is Heine Noord en Briele. Dus na vier wedstrijden moeten we misschien nog eens praten en dan kijken we waar we staan. Dat gaan we zeker doen, maar het is een fantastische competitie met heel veel kanshebbers, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik ben er heel blij mee. Natuurlijk kijk je ook met een andere oog naar de andere competitie, omdat je dan veel meer regio derbies had gehad. Maar ik vind het als trainer ook wel eens een keer prettig dat ik andere tegenstanders tegenkom. Behalve Heerensdam, met alle respect, en VWGZ die we al zo vaak tegen hebben gekomen. Met André Stafleu, voorafgaande aan de wedstrijd. RVVA tegen Slikkerveer, André Stafleus, trainer van Slikkerveer. Hoe is tot nu toe, want je hebt nog maar een paar keer getraind, de voorbereiding verlopen bij Slikkerveer? Oh, redelijk. We zijn al 3 weken bezig, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus we hebben ook een ruime aanloop hiervoor genomen. Omdat het toernooi dus weer heel erg vroeg in het seizoen ligt. Dus dan moet je wel redelijk voorbereid zijn. Maar in ieder geval een hele enthousiaste groep en ze doen hun best. Kwalitatief moet het nog wel wat beter. Moeten we de poppetjes op de juiste plaats nog zien te krijgen. Maar kijk, RVVA is natuurlijk een maatje te groot voor ons. Maar ik heb wel gezien dat ploegen die een beetje op ons niveau acteren, dat we daar wel moeiteloos tegenaan kunnen hobbelen. Ik heb één wedstrijd gezien, afgelopen woensdag tegen Bonnes. Wat heb je daarvan gezien van Slikkerveer? Ja, dat vond ik voor de rust heel onrustig. Vrij veel balverlies. Het was ook wel heel agressief Bonnes. Die deed het op zich dat wel goed. Na de rust zakte dat wel ver terug. En ik vond het ook veel te hard. Ja, er was namelijk één overtreding bij op Cerezo. Ja, dat was niet prettig. Nee, maar kijk, je moet er wel vanuit gaan dat Cerezo eigenlijk een beetje je beste speler is op dit moment. En dat is wel vervelend in een oefenwedstrijdje dat hij er een minimale maand uit ligt. Vandaag die finale tegen RVVA. Ja, hoe gaat Slikkerveer deze wedstrijd tegemoet? Nou ja, we zullen hem realistisch gaan bekijken. Want het heeft weinig nut om
helemaal voorop te gaan verdedigen, denk ik, tegen hun. Dus het wordt in eerste instantie natuurlijk wel redelijk tegenhouden, denk ik. En dan kijken wat we kunnen maken. En hoe is de inzet en de instelling. Kijk, als die niet goed is en tegen de ploeg die natuurlijk meer kwaliteit heeft dan wij hebben, ja, dan wordt het heel lastig, ja. Ik maak nog even een uitstapje naar het komend seizoen. Een leuke competitie. Ik heb even gekeken naar de ploegen die er zijn. Veel in het Haagse en het Goudse. Ja, wat is de doelstelling en wat verwacht je van zo'n competitie? Nog heel vroeg in het seizoen. Ik begrijp dat je niet misschien een heel pasklaar antwoord hebt. Maar ik wilde misschien een tipje van de sluier horen. Nou, ik vind het sowieso een belachelijke competitie. Dat je één helft maar speelt. En het eind van het seizoen, in december kan je weer opnieuw beginnen. Dus ik weet niet wat die KNVB allemaal aan het doen is. Maar ik vind het heel raar. Je hebt geen periodekampioenschappen meer natuurlijk. En, hoe nou precies het in elkaar gaat zitten, dat weet ook nog geen mens. Dus ik vind het een beetje vreemd, ja. Maar nu de verwachting van Slikkerveer in de competitie? Nou, zo hoog mogelijk eindigen. Ja, maar goed, ik mag aannemen dat je zelf in je hoofd ergens een doelstelling hebt, toch? Nou, we moeten wel in ieder geval met de eerste drie zien te eindigen. We praten met aanvoerder Pieter Marentia na over de finale. Slikkerveer, RVVA 2 tegen 0. Ten eerste van harte gefeliciteerd. En hou die bokalen zo meteen eens even omhoog. Dankjewel. Die bokaal. De Jacques van der Linden bokaal hier voor de RVVA 2018. Pepito, 2 tegen 0. Ja, kun je iets vertellen over deze wedstrijd? Wat heb je eigenlijk gezien of wat voelde je in het veld van de RVVA? Nou ja, allereerst vind ik dat ze heel sportief waren. Heel sportief hebben gespeeld, Slikkerveer. Dus dat was goed. Ze zakten in en wij moesten het spel eigenlijk een beetje maken. Dat was wel vervelend omdat de ruimtes klein waren. Dus je kreeg op eigen helft kon je lekker voetballen. Kwam je op hun helft, hielden ze het klein. Maar ik denk dat we genoeg mogelijkheden hebben gehad al vanaf de eerste helft om het te beslissen. Alleen ja, toen vielen ze niet. En daarna hebben we het wel kunnen ombuigen. Ja, ik vond zelf, in de tweede helft gaven jullie niet veel meer weg, hè? Nee, we gingen ook 1-op-1 spelen omdat we ook gewoon snel die goal wouden zoeken. En dat is dan ook goed gelukt, na 8 minuten. Goed, RVVA, een aantal weken al in training. Hoe gaat het? En is er al een beetje een vorm van een elftal of een team wat gaat spelen in die competitie en in de beker? Nou ja, allereerst zijn we gewoon goed bezig. Ze zijn gewoon goed bezig en ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, het spel is wel anders dan verleden jaren, denk ik. Hè? Want er wordt meer voor uitgespeeld. Daar heb je ook andere spelers voor nodig. En een selectie van bijna 20 spelers. Het is nog niet echt helemaal vormgegeven, maak ik uit jou. Nee, helemaal. Je hebt wel een paar mensen die goed staan zeg maar, in het veld en het goed doen. En er zijn ook wat vraagtekens, dus dat moeten we allemaal nog uitpuzzelen. Ik zou zeggen, ga lekker terug naar de kleedkamer en lekker genieten met een biertje vanavond. Dankjewel, ga ik zeker doen.